vinden. Ja, 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 het ziet er wel heel echt uit. Maar om zeker te zijn, kan ik een testje doen? Ja, zou je dat willen doen, Prof. Piet? Ja, wie anders? Ik ben de enige met de kennis en de deskundigheid om dat te doen. Nou, let goed op, hoge hoogte. Misschien steek je wel wat op van de wetenschap. Wat doe je nou? Hier, voilà. Hoge hoogte. Ik heb het onomstotelijke bewijs geleverd. Hè. Het briefje was echt. Een briefje staat op papier. Ja, ja. Papier brandt. Ja, ja, maar... Dus dit briefje was van papier. Ja. Dus dit briefje was echt. Ja. Anders nog iets? Ja, maar dat was dus niet wat ik wilde weten. Hoe kan dat nou? Vind me raar, hoor. Ik bedoel, waarom zouden de kinderen uit Nederland zo'n briefje aan Sinterklaas schrijven? Het hele kasteel omgetoverd tot spookhuis. Wie doet nou zoiets? Ja, en waarom? Waarom doen ze zoiets? Kinderen vinden het toch leuk om cadeautjes te krijgen? Je zou denken van wel, maar heb jij die brief nog? Die heeft hoge hoogte. Oh, nou, we moeten toch ergens beginnen. Ik bedoel, misschien staat er wel iets van een aanwijzing in of zo. Nou, hulp, dat is best een goed idee. Oh, en daarbij, er is hoge hoogte. Ah, hoge hoogte. Die brief, heb je die brief? Ja. Die in jouw haar zat? Ja. Want die van alle kinderen in Nederland. Ja. Waarin staat dat Sinterklaas terug moet naar Spanje? Ja, die brief. Ja. Nou, die brief heb ik niet. Heb je niet? Nee, die heeft Prof Piet. Oh, nou, ga je dat heeft dus geen enkele zin, want Prof Piet heeft besloten in zijn oneindige wijsheid om de brief te verbranden. Er is helemaal niks meer van over. Waarom doet hij nou zoiets? Ja. En toch geloof ik gewoon niet dat die brief door kinderen geschreven is. Ik geloof het gewoon niet. Nee, er zit gewoon iets anders achter. Of iemand anders. Of... Je bedoelt de grote onbekende? Ja, de grote onbekende. Ja. Oh, dit is verschrikkelijk. Ja, maar het moet. Ik weet het. Het is voor de goede zaak. Dag Sinterklaasje, dag. Kinderen, kom eens. Wat zingen jullie daar voor lied? Dag Sinterklaasje, meneer. Dag Sinterklaasje. Juist. Weten jullie dan niet dat lied eigenlijk heel anders gaat? Oh ja, daar staan jullie van te kijken, hè? Oh, nou willen jullie natuurlijk weten hoe dat lied dan wel gaat. Jullie moeten eigenlijk zingen Weg, Sinterklaasje. Weg, Sinterklaasje? Ja, dat weet bijna niemand, maar ik zal het jullie vertellen. Weg, dat betekent eigenlijk welkom, edele goedheiligman. Maar dat vond Sinterklaas veel te ingewikkeld, dus die heeft gezegd, maak daar maar gewoon weg van. Weg, Sinterklaasje. Dan moet ik even goed doorzetten. Zeg, volgens mij houden jullie zoveel van Sinterklaas dat jullie best wel iets leuks voor hem zouden willen doen. Ja, mooi. Ik weet namelijk een geheim. Sinterklaas, die wordt heel erg blij als je hem midden in de nacht wakker maakt met heel veel lawaai. Maar dat kan toch niet? Zeg, wat denk jij wel, kleine vriendin? Ik ben een persoonlijke kennis van Sinterklaas. Ik weet zeker dat je hem daar een heel groot plezier mee gaat doen. Dat willen jullie toch wel, hè? Ja. Sinterklaas een plezier doen. Mooi. Dit is wat je moet doen. Zoek zoveel mogelijk vriendjes en vriendinnetjes bij elkaar. En zoek alles wat maar herrie maakt. En dan ga je, als het donker is, naar het kasteel van Sinterklaas. En als je dan lekker veel lawaai staan te maken, dan moeten jullie dus niet zingen Dag Sinterklaasje, maar... Weg Sinterklaasje. Mooi. Gaan jullie dat doen? Ja, natuurlijk. Jullie zijn... Dit kan ik... Jullie zijn brave kinderen. Ga nou maar weg, ga nou maar weg. Oh, ik dacht dat het me nooit zou lukken, maar het is me toch gelukt. Ik vind het hier eng worden. Gebeuren hier hele rare dingen. Doe
Doe maar niks. Wil je dat nooit meer doen, Klus? Wat doe ik dan? Je sluipt hier rond. Je maakt me aan het schrikken. En ik repareer je bed. Dat moet eens afgelopen zijn. Hè? Ik bedoel, dank je wel, Kluspiet. Niks te danken, hoor. Was zo gefixt. Een of ander iemand had alle schroeven eruit gedraaid. Beter dat u niet meer komt. Harry, 8 jaar. Alle schroeven eruit gedraaid? Ja, zulke schroeven. Wie doet nou zoiets? Maar ja, geen idee, muziek. Geen idee, maar het is in ieder geval weer gefixt. Het zou toch gewoon kunnen zijn dat een van je trucs gewoon mislukt is? Dat kan toch gewoon? Oh, ik heb niet eens de tijd gehad om een truc te doen door al dat gedoe. Sorry, dat weet ik ook eigenlijk wel. Maar het is gewoon... Er gebeuren gewoon zoveel rare dingen. Oh, Testpiet. Goed dat ik jou zie. Kan ik met jou straks even de verlanglijstjes doornemen? Ja, ga jij maar even de verlanglijstjes doornemen. Hm? De verlanglijstjes? Ja. Ja. Ja, die heb je toch wel ontvangen van de dakpieten, hoop ik? De dakpieten. Ja, Sinterklaas. Ja, die heb ik wel ontvangen. Mooi. Maar Sinterklaas, ik ben er nog niet aan toegekomen om ze te sorteren. Dat ben ik toch niet van jou gewend, Tess? Nee, dat zijn we nou weer niet van jou gewend. Ik heb trouwens toch het idee dat iedereen een beetje uit zijn doen is vandaag. Er is toch niks aan de hand? Nee, Sinterklaas. Nee, Sinterklaas. Hallo. Dag, Hocus Pocus. Komt u maar even mee. Ik heb namelijk al... Heeft u mijn hele mooie grote goocheltruc al gezien? Ik heb namelijk allemaal dingen meegenomen. Kijk. En kip. Kip bij de kip. Hoppadap. Kip op zijn kop. Goeie truc. Wat een goede truc is, Sinterklaas. Ja, een hele goede truc. Ja. Waar was ik nou ook alweer mee bezig? De vrachtwagens. Ja. Dat is die kant. Nee, Sint. Ja. Daar. Vrachtwagens? Ja. Vrachtwagens. Geachte... Mooi. Ik ben benieuwd of die kinderen zich aan hun afspraken gaan houden. Voor Harry. Wat is hier aan de hand? Zeg, ik hou wel van Sinterklaasliedjes. Maar niet bijzonder als het midden in de nacht is. Wat zingen ze eigenlijk?